Maat, wat ga jij vandaag doen? Oeps. Ja, dames en heren, zou ik maar gewoon beginnen met... Yo, beste mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Een hele speciale video, want het is de 1000 abonnee special. Ik ben Jurien. En ik heb natuurlijk een keer gezegd, bij 1000 abonnees moet ik een stunt uitvoeren. Ik ben nou wel een beetje zenuwachtig. Ik moet eigenlijk naar binnen. Ja. Het is een half uur van tevoren, want ik ga me klaarmaken voor een rondvlucht boven Zeeland. Ja, toch? Ja. Leuk. Doei. Leuk, man. En trouwens, dames en heren, het is wel leuk. Ik ben in Zeeland. Daar is het hele avontuur met Exploring Bros toen de tijd nog begonnen. En ik ben samen natuurlijk met mijn maat Ricardo Mano. Dus dat is natuurlijk helemaal top. Bij de 0 abonnees en 1000 abonnees zijn we weer erin. Oké, let's go. We gaan naar binnen, man. Jurgen en Meldo hier komen. Voor jullie en door jullie uiteraard. Want zonder jullie had ik dit nooit gedaan, zeg ik eerlijk. Maar bedankt allemaal sowieso voor de support, dan weet ik het allemaal. Het is tijd voor een nieuwe stunt. Let's go. What do you think about it? It's gonna work. You will make it? Yeah, almost sure. Almost sure. 99%. Thank you, man. You're a good guy, I'm a funny guy. I mean, it's my first day. Yeah. Hey, 100 km per uur, dames en heren. Show you how we lose control, baby. Zolang je niet het veld op rent als ze gewond zijn, dat is een beetje gevaarlijk. Blijf uit de buurt. Zijn ze al gesprongen, denk je? Of, Nee, we kregen net 2-minute call toen we instapten. Ja? Dus we gaan zo meteen gaan we ze zien vallen. Ik zal ze wel aanwijzen in de lucht. Ze zijn inderdaad, op dit moment zijn ze eruit aan het vallen. Dus we zijn iets aan de late kant. Kijken of we nog even in de lucht kunnen meepakken. Ja, nou, dat sowieso. De parachutes zijn nog niet geopend en je ziet het pas als de parachute open is. Geniaal, dit man. Echt bedankt voor het vervoer. Ja, tuurlijk, man. Super, we zijn ook heel erg. Nice kijken. Ja, man. Tot
gek! Oh joh, dames en heren, hij is echt gek deze man. Hij noemt zich Ivo Knievel. Oh, het is een game van vrouw. Waar het allemaal begon, dames en heren. 3 jaar geleden. 3 jaar geleden begon het op die plek daar links van ons. Hoeveel? Ja, ik vind hem fucking amazing, man. Left, you alone. Left. Vind je filmt recht tegen de zon in, maar ze hangen daar, hangt daar naast de zon. Oh ja, ik zie hem, ja, ja inderdaad. En achter hem komen nog 6 anderen. Even kijken hoor, ik weet niet of de camera het goed pakt, maar we doen ons best. Weet je al hoeveel studie het vliegtuig in ging? De eerste volgens mij. Dus dan komt hij er als laatste uit. Dus dan kun je het beste, als je die, zie die lijn van mensen die daar hangen? Ja. Zie nou dan de derde over. Oh ja, 1, 2 inderdaad. Daar in die rij, dan zal de laatste zal die voor jou zijn. Ja precies, ja top. Ik... Oh, sorry man. We gaan de eerste. Ik ga snel naar de bus toe, die had ik bijna in mijn nek hangen. Ja, Amers, Exploring, schreeuw even. Als het goed is moet hij het zijn. Eén van deze twee, die er nog hangen. Ik denk de laatste. Maat. Kijk hem hangen joh, oude slinger af. Kijk hem hangen maat, lekker hoor. Daar gaat hij hoor, wat voor dikke wil. Bien joh, wat bien. Zo. Ziek joh. Yes! Hey, thank you man, I will do for next time, bye bye. See you mate, thank you. Wow, hoe was het man? Hoe was het? Tik hem aan hoor. Tik hem aan. Dit is echt boom. Niet normaal. Dit is, ja, wel, ik kan er niks over vertellen. Het enige is, mijn oren, duiken kon ik ook niet zo goed. Dit vind ik ook niet zo heel leuk, maar wow! Dat je uit dat vliegtuig gaat, daar naartoe kruipt. En dan je voeten onder het vliegtuig hebt en dan eruit gaat. Ik kan het niet uitleggen. Maar verdwenen de zenuwen of niet? Ja, ik had eigenlijk helemaal geen zenuwen. Maar het is super mooi. Je zag het Veerse Meer, waar het hele avontuur begon met de boot op de Noordzee. Juist. De eerste video. Juist. En nu hier gewoon muiden. En hij noemde zich Ivo Knievel. Ja? Ja, die kerel. Ja, je hebt niks gebroken, dus dat scheelt. Oh. Maat. Maar echt vet. Heel dik, echt maat. Ziek. En ook tof dat jij erbij bent, ja, man. Kijk dit dan. Ik heb vervoer geregeld. Ja, handig. Ja. Een mooie dikke trekker. Ja, ja, super dik, ik zou echt iedereen... Ik wil jullie allemaal gewoon bedanken. Dat is het verhaal. Jullie allemaal. Zonder jullie heb ik dit nooit kunnen doen. Want nu, bij 1000 stappen ineens, echt. Het doet me heel goed. Want toen ik begon eigenlijk, dacht ik wel van ja, als we het doen, gaan we wel voor die 1000 stappen ineens natuurlijk. Ik heb die missie gehaald. Dus ik denk dat u gewoon lekker met pensioen gaan. Ga ik lekker genieten van mijn oude dag. Of nee! Laat toch eens niet! Dan gaan we eens even zien wat er op je rug staat. Danger, Mr. Danger. Ben ik Mr. Danger? Mr. Danger. Lekker, kom. Tik hem aan, maat. Tik hem aan. Duimpjes omhoog. Abonneer. Op naar de 10, 20, 100.000. Ja, wat gaan we dan doen is de ja, vraag. Ja, dat moeten we even verzinnen, toch? Ja, 10.000 abonnees. Wat gaan we dan doen? Ik heb nu al iets geks gedaan. Dan gooi ik jou eruit. Laat de kijkers maar bedenken wat ik ja, dan moet doen. Drop het in de comment, had ik net ook gezegd. Verzinnen, denk mee. En wie weet, gaan we weer op pad. Let's go! Ja. Wat chill dat je mee mocht, maat. Ja, zeker, want we gaan de bus in. Ik stop even met filmen, want dat wordt een beetje wiebelen. Dus, ik ga naar voren, man. Willen jullie bij voor erbij in? Ja, dat is goed. Ja, kom maar. Chill. Zo, de bus komt zo, jongens. Beam! Ja, het leukste busje van Nederland, toch? In de bus is dat gezellig. Ja. De beste chauffeur. Chauffeur, dankjewel, man. Ja, graag gedaan, joh. Gefeliciteerd met je 100ste sprong. Dankjewel. Super dik. Heb je 100 sprongen gemaakt? Ja man. Mag je dat nu zelf? Of hoe werkt dat? Vandaag nummer 101. Ja, dat ben ik voor mezelf. Ja? Hoeveel sprongen mag je dan solo gaan? Na 7.
Naar 7 al? 7 sprongen met een instructeur en dan mag je solo's. En dan doe je 3 dagen cursus zo erbij? Of wat is het? Om en erbij, ja. Ja. Een dag theorie en dan 2 dagen keihard beuken en dan mag je alleen springen. Kei vet, man. Ja, ja, maar daar kan je nog wat van leren, hoor. Ja, ja, hey, ja. Hey, 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 ik zal het zo doen. Ik vond het zo vet. Waar jij van springt is de bank, hoe? Ja. Erop en eraf. Echt, ik kan het niet uitleggen. Dat gevoel is zo interessant. Het is heel raar, want je dondert natuurlijk niet recht. Die gaat eerst een beetje zo heen en weer. Ja. Ja, voor de mensen die het gedaan hebben, ik wil het ook even weten. Heb je het al een keer gedaan? Laat het ook even weten in de reacties. Want ik ben er wel benieuwd naar eigenlijk. Want ik ken één maat van mij, Rick van Beuzenkom. Ik weet dat hij gesprongen heeft. En verder ken ik eigenlijk niemand die gesprongen heeft. Zullen we lekker naar je familie gaan? Als maken ze zich ongerust. Precies. Laat even gaan kijken. Papa, papa, I'm alive, man! Ik leef! Dit is zo ziek. Oma, je moet gaan. Oma, ja. Hoe was het? Ongelooflijk gaaf. Echt? Het is niet normaal. Was je niet nerveus? Wel een beetje last van horen. Oh, echt? Dat heb ik met het duiken natuurlijk. Ik kan ook niet duiken. Ja, dat is het enige, maar het is zo vet. Je voelt hier gewoon als een vogel. Oh, je ziet alles. Prachtig. Kampeland. En durf je alles gelijk te springen? Je hebt geen keus. Nee. Hij trekt jou gewoon naar die deur toe. We hebben geen tijd. Dus je kan niet meer zo. Voet onder het vliegtuig, moet je zo gaan hangen, helemaal naar achter. En dan duwt je er gewoon uit. Ja. En dan kijk je en denk je, wow, dan ga je alle kanten nog eens op natuurlijk. Ja, maar je ging ook helemaal zo. Was jij de enige? Ik was aan het vliegen, ja. Hij zei helemaal vliegen, handen erin en naar links. Ja. En nu naar rechts. Ja, maar dan ging je de salto, ja. Joh. Want bijna, ja. Dat hij over de kop ging. Zo. Ja, was de ene laatste. Ja. Ja? Ja. Zie je het? Zijkant, dat is hem, hoor. Ja, dat is hem. Ene laatste. Hij deed het. Dus hij zou ik jou wel springen. Ja, ik was dat. Hij had zo. Het lijkt alsof hij aan het kiten is. Oh. Ik ga even naar binnen, denk ik, anders afgooien. Zijn we weer? Zet je weer uit. Hoe lang zijn we bezig geweest? 10 minuten? Ja, een kwartiertje. Een kwartiertje omhoog en hoe lang? Ja, 5 minuten of zo. Ja, we staan er weer, hè? Maar echt. Ik zal het straks allemaal even vertellen nog. Ja, man. Nou, ik moet het dan even bezinken gewoon. Ja, kleed je even uit, geniet. Maar nul hoogtevrees gewoon. Nul. En de angst voor vallen was het totaal niet. Ja, goed zo. Ik had ook echt super chill instructeur gewoon. Knievel voor knievel. Lekker zeg. Spreken jullie zo. Ik ben helemaal hyped, jongen. Niet normaal. Dus nogmaals, bedankt allemaal voor het kijken naar de 1000ste abonnee special. En ik zou zeggen, doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Als je dat nog niet had gedaan, ja, dan moet je maar een andere video aanklikken. Want ik snap niet waarom je nou aan het kijken bent. Sowieso een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, dan gaan we naar de 10.000. Laat vooral in de comments weten wat ik dan zou moeten doen natuurlijk. Ik zou het echt niet weten. Naar mijn mening is parachute springen gewoon echt gewoon... Ja, alles gewoon, zeg maar. Alles. Dank allemaal. Tot de volgende.